Welkom bij de vierde aflevering van het Oxygeemjournaal van dit schooljaar. Mijn naam is Lily. En ik ben Floris. Het Oxygeem is een brede scholengemeenschap van MAVO tot en met het gymnasium. In iedere aflevering laten wij bijzondere gebeurtenissen zien in en rondom onze school. In deze aflevering kijken we terug naar het open huis, de stroopwafelactie en nog veel meer. Op 2 februari vond het open huis plaats. Kijk mee voor een kleine impressie. Op ons kanaal is meer terug te zien over het open huis. Net voor de kerstvakantie vond het chocoladeproject voor de tweede klassers plaats. Mees en Fleur ging op onderzoek uit. Wat gebeurt hier vandaag? Vandaag is het project Duurzaamheid van Chocolade. En daarin gaan de leerlingen aan de slag met de Social Development Goals, met duurzaamheid en natuurlijk met chocolade. En voor wie is dit precies? Dit project is voor alle tweede klassen. Ik heb het vorig jaar ook gedaan. En wat is het doel hiervan? Nou, het staat allemaal in het kader van wereldburgerschap. En het is de bedoeling dat leerlingen bewust worden van hun rol in de maatschappij. En zeker wat betreft duurzaamheid, wat ze daarin zelf kunnen betekenen. Bijvoorbeeld alleen al naar het kijken van een etiket wanneer je chocolade koopt. Wat leuk. En wat is uw favoriete chocola? Ja, lastig. Ik vind best wel... Of vind jij? Jij vindt niks lekker, hè? Ik hou niet zo van chocolade, nee. Ik vind het wel lekker met nootjes of praliné, zo'n gevulde chocola. Ja, maar niet zo melk eigenlijk. Nee. 15 januari was het Blue Monday. De Oude Raad had een stroopwafelactie georganiseerd. Julie nam maar een kijkje. Hallo, met wie zit ik hier? Met Eva Pegels, teamleider van het VWO. Oké, en wat gebeurt er eigenlijk allemaal op schoolplein? Ja, er gebeurt heel veel op het schoolplein, maar ik denk dat je bedoelt de stroopwafelactie. En dat is van de Oude Raad. En de Oude Raad wil jullie een beetje opvrolijken op Blue Monday. Het is de somberste dag van het jaar. En dan is een stroopwafel natuurlijk wel lekker om je wat op te vrolijken, toch? Heb je al stroopwafel op? Zeker. En wat vond je ervan? Dat was echt heerlijk. Ja? En weet je ook waarom je hem hebt gekregen? Vanwege de Blauwe Maandag. En heb je al stroopwafel op gehad? Ja. En wat vond je ervan? Ik vond het wel lekker. Oké. En weet je ook waarom je een stroopwafel hebt gehad? Toevallig? Volgens mij voor Blue Monday. Gewoon het somberste dag van het jaar. Meneer. Hoi. Wat bent u hier nou eigenlijk aan het doen? Ja, dat vraag ik mezelf ook af. Nee. Ik ben voor de hele Hoekse Lyceum. Alle 1300 leerlingen. Ben ik stroopwafels aan het bakken. En waarom maak je stroopwafels? Nou, omdat iedereen het ontzettend lekker vindt. Want heel eerlijk, uiteindelijk is er niks zo lekker als een stroopwafel natuurlijk. Want wie heeft het georganiseerd? Het Hoekse Lyceum zelf. En dan zeg maar de Oudere Raad, en die kennen mij weer van de markt in Oud-Beijerland op woensdag. En toen dachten ze, het lijkt wel een goed idee om die te vragen voor om een lekker stroopwafeltje te bakken hier. Dank u wel. Op woensdag 14 februari en donderdag 15 februari was de jaarlijkse musical van onze school weer te bewonderen in de aula. Dit jaar was het de prom. Ik ben 3 keer aan het kruis gespijkerd, 12 keer als je de recensies meeteld. Ik ken My Guy GC door en door. En ik geloof niet dat hij iemand haatte. En al zeker de homo's niet. Maar de Bijbel keurt homoseksualiteit af. En wij gehoorzamen de Bijbel. Ik weet zeker dat jullie elke dag dingen doen die tegen de regels van de Bijbel ingaan. Maar dat is anders. Hoe ja? Je kunt niet de krenten uit de Bijbelpap vissen en kiezen welke stukjes je gelooft. Dat doen we ook niet. Oh nee? Wat is dit dan? Satans barbecue. Branden zal je tot in de eeuwigheid in de hel. Hey! Shelby, ik heb één advies.
Worden is heus geen kinderspel. Of je gebruikt gezond verstand hierbij. Blijf niet domweg in het duister dwalen en herinner je wat Jezus zei. Wat staat boven elk gebod? Naast de liefde, naast de liefde. Heb voor eerst uw naast de liefde. Bovenaan staat. Naast de liefde, heb voor eerst uw naast de lief. Oké, dat staat eigenlijk best wel ergens op. Wat zeg jij nou? Heb je niet eens een beetje medelijden met Emma? Ik bedoel, jullie waren toch een soort vrienden? Ja, voor ze lesbier. Maar misschien was dat tijd al lesbisch. Precies, omdat God haar zo gemaakt heeft, Shelby. Zij probeert het te misleiden. Mijn stiefvader zegt altijd... Stiefvader? Zijn je ouders gescheiden? Ja. Hou ons kanaal en social media in de gaten voor extra beelden. Onlangs kregen we bezoek van een groep leerlingen uit Nepal. Sarah heeft aan mevrouw Weda gevraagd waarom ze hier waren. Laatst waren hier leerlingen uit Nepal. Wat kwamen ze hier doen? Er waren hier inderdaad leerlingen uit Nepal. Die kwamen hier op een uitwisseling. Die zijn 3 weken in Nederland geweest. Waarvan 4 dagen bij ons op het Hoeks Lyceum in gastgezinnen. Ze kwamen vrijdagmiddag aan, zijn ze gelijk met de gastgezinnen meegegaan. En zondag hadden ze een mooie dag met de gastgezinnen. En maandag zijn ze hier bij ons op school geweest voor de interculturele dag. Was het een grote groep? Ja, het waren 17 leerlingen en 2 docenten waren mee van hun. En dus dat is voor eigenlijk voor deze uitwisseling was het best wel een grote groep. Wat stond er nog meer op hun programma? Ze zijn die zaterdag zijn ze in Weert geweest met alle buitenlandse studenten. Want ze waren niet alleen uit Nepal, maar ook uit Zuid-Afrika, Suriname, Tanzania, India. Ze kwamen uit heel de wereld en een groep uit Nepal die was dan bij ons. Ze hadden in Weert een hele grote openingsdag, die zaterdag. Nou, zondag zijn ze de hele dag bij een gastgezin geweest. Ze is net strand geweest, en naar Amsterdam geweest en uit eten geweest en van allemaal leuke dingen gedaan. En maandag waren ze dan hier, hebben ze een sportles gevolgd, een muziekles, een ICT-les. En zijn ze nog een paar uur met de gastleerling mee geweest in de gewone normale lessen. Wat zijn de plannen vanuit de Global Citizen School? Het eerste wat nu op het programma staat is in februari een project voor de brugklassen. Een voedselverspillingproject en dat is dan samen met een actie voor de voedselbank. Daarna komt er een groep Duitse leerlingen op uitwisseling hier naartoe. Wij zijn in oktober daarheen gegaan in Duitsland en nu komen ze hier naartoe. Dat is een programma, wordt helemaal verzorgd door mevrouw Van Ginkel en meneer Van der Laan. En in april staan de buitenlandreizen op het programma voor alle voorexamenklassen. Dan gaan we weer naar Londen en naar Parijs en Berlijn en naar Rome. Dus veel te doen. Nou, dit was het interview. Dank u wel. Graag gedaan. Meer informatie over bijvoorbeeld groep 8 of over de activiteit in de les zijn te vinden via Facebook, Instagram, TikTok en natuurlijk via de website van onze school. Ik sta hier met... Malief. Bente. Van het Eco-team. Ik zag dat vandaag chocola wordt uitgedeeld in de Stenen Hal. Waarom is dat? Het is vandaag warme truiendag. Dat betekent dat de verwarming omlaag gaat. Het is beter voor het milieu en je bespaart veel meer geld. Het is vandaag de warme truiendag, dat weten jullie toch? Ja. Ja. Weet u wat dat inhoudt? Dat de verwarming iets lager gaat. Dat we energie besparen, omdat het goed is voor het milieu. En ook geld besparen door warme trui aan te doen en de verwarming iets lager te zetten. Ik denk eigenlijk dat het is best koud buiten en de verwarming wordt steeds duurder, dus ja, een beetje daarom. En wat vindt u daarvan? Ja, vind ik op zich wel een heel goed idee. Ik vind het ook wel eens lastig, want als het echt koud is, dan is die verwarming een graadje hoger toch wel lekker. Maar met de temperaturen nu buiten is het goed te doen. En wat vond u van de chocola die uit wordt gedeeld in de Stenen Hal? Ja, die heb ik dus gemist. Vind ik jammer, maar vind ik wel een goed idee. En wat vond je van de chocola die je net hebt gekregen? Ik vond hem lekker. Ik vond het ook een goed makertje, omdat het een beetje koud kon zijn. Hallo, het is vandaag de warme truidag en u organiseert het allemaal. Ja, dat klopt. Nou ja, met de hele groep organiseert het. Horen jullie er allemaal bij? Ja, we horen allemaal bij. Hoor jij er? We waren een groepje, ja. Kom erbij. Wat vind jij ervan? Ja, ik vind het wel leuk.
dat we dit doen en we besparen er ook best veel geld mee. En wie heeft de chocobel geregeld? Ja, dat hebben de conciërges gedaan. Dus we hebben het gevraagd of dat mag en het mocht allemaal. En zij hebben mooie ketels gemaakt met echt chocolademelk. Ja, lekker. Nou, ik vind het heel mooi initiatief en heel goed voor het milieu ook en een hele lekkere chocobel. Ook hebben we deze aflevering weer een nieuwe challenge voor jullie bedacht. Voor deze challenge heb ik mevrouw Smaal gevraagd. We gaan kijken wie het beste wiskundige vormen kan tekenen. Oh, daar ben ik heel slecht in. Een balk. Ik zou niet weten wat ik daar verder bij moet tekenen. Oh, dus eigenlijk moet het... Zo. Ja. Oh. Nou. Een bol. Oké. Hoe teken je dit 3D? Geen idee. Ik weet het niet. Een cilinder. Oeh. Is dat niet zo? Ik weet niet meer wat dat was. Oh. Een kubus. Een parallelogram. Wat? Oh, ja, dit is een rechthoek, maar ik heb geen idee wat het is. Ik ben blij dat ik even kan niet geef. Ik kan het zomaar elke keer. Wat had jij? Oh, oké. Okay. Wat is dat? Een trapezium. Een trapezium? Ik heb echt geen idee wat dat is. Oh, we gaan lekker chillen. Nou, we zijn hier goed in. Not. Auw. Oh. Oké. Okay. Ja, hoe konden wij dat nou niet weten? Ja, dat weten wij niet. Een vlieger. Dat weet ik. Een ster. Oh nee. Oh, de laatste al? Oh. Nee, een kegel. Ja. Nou, bedankt voor het spelen. Ja, u ook. U was wel heel goed. Nou, valt ook wel mee hoor. Bedankt voor het kijken. In de volgende aflevering zie je het uitwisselingsproject van VWO 5. En natuurlijk weer een nieuwe challenge. Mijn naam is Lily. En ik ben Floris. Tot de volgende keer.